gaat de bevalling nu gaan beginnen. Jullie hebben er zeker geen zin in, zo te zien. Eén kitten overleden. Een nieuwe week, een nieuwe vlog. En we gaan gelijk op eerste paasdag weer wat actiefs doen. We gaan naar Scheveningen. En we hebben al even een gezellige paasochtend gehad, hè jongens? Ja. Lekker dat zien gegeten. Jullie nu eventjes. En nu? Scheveningen. Wat spannend te doen. Let's go. Let's go. Let's go. Alle parkeergarages zaten vol. We hebben er één kunnen vinden. Ik zeg, het was een heel gedoe om hier te komen. Oh, gezellig. Ja, jij vindt dit een gezellige plek, hè? Ja. Nou, ik wil nu alweer terug met zo'n drama om hier te komen. Ach, ben je hem al. Vond jij het wel leuk, de rit? Nou, dit scheelt me niet zoveel. Ik hou niet zo van auto rijden. Nee. Maar het is goed gegaan allemaal. Ja. Maar wat het gaat worden? Ja, spannend! De lijstjes die Vianne aan heeft zijn van Bergstein. En die worden even extra in beeld gebracht. Omdat onze serie, de Bucketlist, wordt gesponsord door Bergstein. Zo, we zijn nog even lekker aan het uitwaaien op Scheveningen. We hebben weer een mooi item opgenomen voor de Bucketlist. Het is geslaagd. Het was heel spannend, maar het is gelukt. Goedemorgen, wij zien er echt heel moe uit. Maar ik ben op de bank gaan slapen. En Vianna is ook net hier gekomen. Ik was bang dat iemand ging bevallen. Maar vanmorgen ging Cuba, niet deze dus, maar die daarachter zit, heel raar elke keer ons proberen wakker te maken. Hè? Ja, en omdat ze... De bevalling is... Kreeg. Ja, ik denk dat de bevalling nu gaat beginnen. Ja. We hebben haar even hier zo op het ding gezet. Ja. Ik zie dat ze af en toe perst. Sommige poezen vinden het fijn als de mensen bij zijn en sommige juist niet. Nou, Cuba vindt het dus fijn. En ze ging ons helemaal wakker maken. Dus dit is echt hoe ze wil bevallen. Gewoon bij ons. Ze ging echt helemaal op ons hoofd zitten. Dus ik dacht, nou, hou eens op. Dus ik had het twee keer weggeduwd. Maar ze bleef maar komen. En nu heeft ze weeën. Nu doet ze ook persen. Probeer die lekker stil te houden voor de poezen. Daar zit mijn roep. Die heeft niks in de gaten. Ze likt hem nu. Ja, ik ga hem helemaal droog maken. Mijn roepje komt kijken. Kijk, wat is dat nou? Eindelijk komt er een baby. We hebben lang gewacht, hè? Komen er drie? Ik weet het niet. Een beetje persje weer, hè? Ja, en er zijn al twee. Nee, nu komt er twee waarschijnlijk. Ja. Goed zo, meisje.
Daar zijn er twee. Kijk, Vianna. Eens kijken. Ze zitten in een soort blaasje. Meestal zit dat nog over het gezichtje. En dan kunnen ze natuurlijk niet ademen. Dus doet mama meestal even snel blaasje weg of vliesje weg. En dan kunnen ze lekker gewoon ademen. Kijk hè, Nairobi gaat er nu dan niet bij. Ze komt wel kijken. Ze zijn nog zo lelijk. Als ze klein zijn. Dan worden ze net zo mooi als Cuba. Ja, ik weet. Hoeveel gaan het er worden? Ik weet het nog niet. Ik denk 3 of 4. En jij? Maar ik denk het ook. En de kittens. Hoeveel? 2. En van? Cuba. Kijk. Als Vianna alweer naar beneden. Je ziet het bloed ook daar. Bij de linkerkant zie je het bloed heel goed, maar bij de rechter niet. Dan is die al wat langer geboren. Rood ook. Jij zei gisteren, worden het waarschijnlijk? Paaskittens. Ja, en dat tel ik me gelijk mee. Vandaag is de tweede paasdag. En de derde komt eraan, hoe jij hier beneden. Kijk. Bij Cuba zei ik 4. Eerst even schoonmaken, hij is er nog niet. Anders vind ik niet, dan wil ik eigenlijk niet zien. Heb je wel lekker geslapen? Jawel. Kijk, wat is die? Kijk eens. Niet staan. Kun je het zien? Moet ik het even doen? Ja. Oh, die is nog wel kleiner dan de rest. Of niet? Ja. Mag ik er eentje een naam geven? Vianne heeft de eerste eigenlijk al een naam gegeven. Wat dan? Pika. Nee. Of sneeuwvlokje was het. Wat was het? Sneeuwvlokje. Ik weet nog niet. Ik ga nog nadenken. De andere. Het gaat heel goed deze bevalling. Ik wil die allerkleinste, die laatste. Nou, er zijn tot nu toe nog 3. Ik heb voor haar even hier een plekje gemaakt. Even dit er helemaal omheen gedaan. Dat ze iets meer rust heeft. Anders heeft ze denk ik te veel het gevoel dat ze moet beschermen. Dus ze miauwt ook een beetje. Kijk, hier zit ze nu. En dan laat ik er gewoon een beetje met rust. Ga ik gewoon af en toe kijken of alles goed gaat. Het is maandagochtend, tweede paasdag. En we zijn onderweg naar een restaurant. Dan gaan we brunchen met de familie. Vera is er nog niet, want er was een kat aan het bevallen. Dus we hebben kittens. En hoeveel waren er nu? 4. Dan bleef mama daar nog even om te kijken of het allemaal goed ging. Ja, wij dus onderweg. De rest van de familie zit er al. We zijn een beetje aan de late kant. Ja. Ik kan me verslapen. En ik schrok in één keer wakker. Ik kwam beneden en Vera was druk met die kat. De kinderen liepen nog in de pyjama. Dus even gauw klaargemaakt, opgefrist en on tour. 40 minuten te laat. 11 uur hadden we bij de brunch moeten zijn. Maar ik ga nu. Ik ben klaar. Ik heb hier een camera neergezet. Hier is Cuba met de baby's. Ik heb even een nieuw kleedje voor de neergelegd. En straks ga ik jullie natuurlijk laten zien hoe ze eruit zien. Daarom even de camera. Als het dan niet goed gaat, dan kan ik in ieder geval gelijk naar huis scheuren. Dus gauw even naar de brunch. Cheers! Kijk naar Tanti! Goed zo! Ja, ik heb maar gewoon van allemaal wat. Kijk ze lekker smikkelen, die meisjes. Lekker joh, dankjewel. Cuba wilde alweer naar buiten. Het zijn 4 mooie kittens geworden. 2 jongens en 2 meiden, Merel. Mooi verdeeld, hè? Ja. Klein nog, hè? Ja. Nou, de kleur, dat komt pas later door. Maar ik zal Cuba even halen. Ik kan ze weer lekker naar ze toe. Ja. Gaat goed, hè?
Nou, de camera staat daar. Dus wij gaan nu naar oma. Gaan we met de nichtjes nog een fotoshoot doen. In Almere. En jullie gaan lekker chillen, hè? Ja. Zijn er? Roze bloemen zijn een beetje minder roze. En jullie hebben de kleren al aan. Jullie hebben er zeker geen zin in, zo te zien. Wel. Welk merk was het ook weer? Klein. Klein Pietje. Schattig. En er liggen meer. Ja, wij zijn je broers. Bij oma. Mama wou weer even een rondje buiten doen. Wat gaan ze doen bij oma? Slapen. Lekker logeren, hè? Ja. Vond je de fotoshoot? Leuk. Ja, en die mooie schoenen vond ik heel mooi. Ja, hè? Die wil je helemaal, die cowboy schoenen. Of niet? En ze zijn helemaal daar. Hé, hier staat. Hij gaat gewoon klimmen, joh. Vianna is een beetje boos op Lamero, want hij heeft iets gezegd. We wouden even met z'n allen naar de markt. Het is vandaag dinsdag. Jullie waren nog een dagje vrij, hè? Ja. Heb je wel lekkere Pasen gehad? Ja. De markt was dus dicht, dus had ik bedacht iets wat ik al heel lang wil doen. En dat is kip halen bij Van E. Dat is gewoon sowieso verser. En ik denk iets goedkoper. Dus dan gaan we eens even heel veel halen voor in de vriezer. En dan gaan we weer naar huis. Ja. Ik ga de hele dag editen. Heb jij nog dingen te doen vandaag? Gamen. Wat nog meer? Accordeonles en voetbal. Ja. Het is ook een drukke dag. We zijn weer terug. Wat hebben we allemaal gehaald? Kip. Wat allemaal? Schnitzel. Cornbleu. Schniet en krokante schnitzel of zo. Shawarma. Oh ja, die heb ik ook nog gehaald. En nog... kipfilet in blokjes. Ja, 2 kilo hebben we daarvan gedaan, want dat eten we heel vaak ergens bij. Ja. Kijk, want deze zijn uit de vriezer. Dus zullen we anders gewoon die gewone schnitzel eten? Ja. Dan halen we die eruit en doen we de rest in. Eten we die wel een keertje tussen de middag? Ja. En daar gaan we even wat kleinere porties van maken. Want die ik vind deze lekker. Daar zijn ze. Goed, dat je bent met de poesjes. Oh, meisje. Oh, ben je zo trots, hè? Kijk nou. Dinsdagavond, net Lamero naar voetbaltraining gebracht. En kijk eens, zelf ook weer even aan de bak. Ik hou het nog steeds vol. Ongeveer 3 keer in de week ga ik nu. Ik wil eigenlijk meer, maar dat komt er nog niet van. Vandaag een drukke dag weer gehad met werk. En de auto naar een schadeherstelbedrijf gebracht. Er komt nog een schade-expert kijken. Maar die man zei al van, hou er maar rekening mee dat die totaal los wordt verklaard. En dat je op zoek kunt naar een andere auto. Daar maar even rond voor kijken. Ik heb nu weer een auto geleend om hier te komen. Dus dat is weer tobben. Maar ja, komt wel weer goed. Cuba die wil heel vaak naar buiten. Dat is ook prima. En deze gaan hartstikke goed. Ze zijn lekker rustig. Waarschijnlijk lekker volle buikjes. Alles is nog helemaal wit. Straks krijgen ze allemaal kleurtjes, hè? Bij de oren, bij de pootjes. Ik vind dat die wel cool. Nu gaan ze allemaal slaan. Die voetjes zijn ook nog zo klein, kijk. Ja. Hier hebben we een pootje. En een kleine slaan. Schrik zich een hoed. Kijk, de oogjes zijn nog dicht. Nu doet hij blazen naar ons. Hij denkt dat er gevaar is. Nou, en zo liggen ze lekker boven op elkaar, want dan hebben ze het lekker warm. Het is woensdagmiddag. Ik ga naar oma toe. Want ik ga met Kiana spelen. Ga je missen? Ik jou ook. En Vianna gaat misschien spelen met Myla. Ja, dus gaan we nu heen. Ik ga heel veel opruimen, want het paasweekend was te druk. Gisteren ja. En vandaag heb ik alleen maar geëdit. Dus er is een hoop te doen. En dan gaan we er zo ook een verstoppertje doen. Gelijk lekker eten hier. Dit kleine beultje is er ook. Kiana en Elias gaan spelen. Ja. En jij gaat spelen met Cynthia dus. Maar en soms gaan we even een verstoppertje.
Oh ja. Myla is met een vriendinnetje van haar spelen. Gezellig. Tussen het opruimen door gaan we natuurlijk genieten van deze schatjes. Kijk, die oortjes kleuren al een beetje. Ja, ze hebben nog niet zo'n donker kopje als jou. Maar Cuba is dus net zo wit geboren als deze schatjes. Oogjes nog dicht. Zou ook deze vlog nog zo blijven. Maar ze kunnen wel heel goed klimmen. Wat eigenlijk wel gek is, is eigenlijk toen Cuba begon met bevallen. Toen was Nairobi helemaal ook in die doos aan het rollen en gek doen. En eigenlijk sinds kids te zijn houdt ze afstand. Dus ik weet niet of het nog even gaat duren voordat zij moet bevallen. Maar meestal, als ze al een beetje aan het einde van de zwangerschap zijn, willen ze ook heel graag bij de kittens. En dat heeft zij dus nog niet. Dus ik ben benieuwd of deze vlog ook die van Nairobi worden geboren of dat nog even duurt. Donderdagochtend. Ja. En je gaat naar school. Maar we beginnen deze ochtend helemaal niet leuk, hè? Wat is er gebeurd? Een van mijn kittens is dood gegaan. Ja, vanmorgen lag er één kitten overleden naast de rest. Nou, jullie hebben gisteren gezien. Het zag er gewoon allemaal goed uit. Allemaal lekkere bolle buikjes. Ze groeien goed, maar... Ja, eigenlijk laat ik ook nooit de eerste week weten van dat de kitten zijn geboren, omdat dit soort dingen gewoon gebeuren. Nu gaan we ze natuurlijk wel extra in de gaten houden. Nu zijn er nog drie. Ja. Helaas kan dit gewoon gebeuren en het hoort ook bij het dierenfokken. Meestal heb ik het van tevoren door en dan zie ik gewoon dat het afvalt of dat het meer piept of dat het anders ligt. Maar dat was allemaal niet het geval. Dus wat er is geweest, ja, soms weet je het ook gewoon niet. Cuba. Met Cuba gaat het wel goed. De andere kittens zijn ook gewoon relaxed. Die ene krijgt al een heel groot hoofd. Dus ze groeien echt hartstikke goed. We houden Cuba en de kittens goed in de gaten nu. Ja. Deden we al wel, maar het leek allemaal gewoon goed te gaan. En rustig. De kittens piepten nooit. Dus honger was er niet. Ze groeiden goed. Nou, dat is niet leuk, hè? Nee. Nou, hopelijk gaan deze drie gewoon lekker goed. Kijk hoe groot die een al wordt. Nou, wel balen, hè? Ja, hoort erbij helaas. Soms gebeurt dat. Je wil het natuurlijk niet. Maar... Nee, en het is nu vooral balen. Weet je, mama is heel goed in het doen. Ontlasting is goed, vacht is goed. Dus is eigenlijk gewoon gezond. Ze heeft wel heel af en toe een vies oog, maar geen ontstoken ogen. Kittens, geen diarree of niks. Dus ja, dan komt het wel gewoon... Je verwacht het gewoon niet. Zoals natuur. Ja, helaas wel. En ja, nou wat ik zei. Meestal zeg ik het dus nog niet de eerste week dat de kittens zijn. Omdat dit gewoon de eerste week kan gebeuren. Soms zie je het aankomen. Dan probeer je er wat aan te doen. Maar dit zagen we niet aankomen. Maar gisteren was er niks aan de hand. Dus het zijn er nog maar drie. Ja, nou ja, als deze maar gezond zijn, is het goed. Ja, die houden we gewoon extra in de gaten. We hebben geen stroom in huis. En het is hier op zich niet echt koud, maar ik heb mijn jas gewoon nog niet uit. Ik kan dus nog niet editen, terwijl ik de Chocoloca zou moeten editen. Als het goed is, over een uurtje gaat het weer aan. Met de kittens gaat het goed, gelukkig met deze drie. Ze beginnen echt al kleur te krijgen. Kijk, die oortjes. Super schattig. Ik heb lekker veel geprijsd, dus Koningsdag heb je hem al in je agenda voor garageverkoop Barneveld. Want het wordt echt super grote verkoop, we hebben zo extreem veel spullen. Maar ja, verder gaan we vandaag naar voetbal. Morgen gaan we trouwens wel wat leuks doen. Wij gaan met Vienna en Cincy een fotoshoot doen voor een merk, Wally, een Zweeds merk. We gaan dat echt in een van de mooiste huizen hier uit de buurt doen. Of dat gaan jullie deze vlog allemaal nog zien. Ja, ik ben al in mijn pyjama. En jullie horen hier heel veel lawaai, want Nairobi is bevallen. Hier zijn 6 baby's. En ik was om 5 uur nog bij de katten. Ik heb alles nog nagekeken. Nairobi leek rustig. Wou wel heel graag in dit mandje zitten. Dus ik dacht, niks aan de hand. Ik voelde nog even aan de buik. Alles was rustig. Wat denk je? Ik kom nu net buiten. Het is echt... 1,5 uur later of zo. Ze heeft alle kittens, volgens mij is ze al klaar. Alles is er al uit.
Ze had helemaal geen tijd gehad om zichzelf schoon te maken. Dat zijn ze nu aan het doen. Ik had eerst haar hier in deze mand met de kittens. En die tent had ik dicht gedaan van Cuba. Zodat Cuba... Ja, ik wist al dat zij zou reageren op de kittengeluid van de kittens van Nairobi. Maar ik wist niet zeker of Nairobi het leuk zou vinden dat Cuba bij haar kittens kwam. Dus eerst heb ik even ze apart gedaan. Nou, Cuba werd op een gegeven moment helemaal gek. Dus heb ik tent toch maar losgezet. Nou, Nairobi accepteerde het gelijk. Nu liggen ze eventjes samen in die doos. Maar ik heb heel snel even geteld en het zijn in ieder geval 6 kittens. Dus dan heb je 9 kittens in zo'n kleine omgeving. Ja, dan ben ik veel te bang dat er eentje bekneld raakt. Dus ik ga hier straks het eten, drinken. En dan wordt deze hele tent gewoon de ruimte voor de katten en de kittens. Dus dan hebben ze geen doos meer. Het is Nairobi's eerste nestje. En zo kan een bevalling dus ook gaan. Zij had me niet nodig. Het is dus ook het laatste nestje van Boston. En hij heeft nog nooit een nestje gemaakt met zoveel kittens. We gaan even kijken straks, als alles weer rustig is, hoe het allemaal met ze gaat. Ze maken in ieder geval veel meer lawaai als die van Cuba. Nou, dit is het geworden, mensen. Ze hebben alle ruimtes, kunnen nergens achter klimmen. Kunnen de meiden gewoon hier naartoe. En dan kunnen ze gewoon via dit eruit. Ik kan trouwens die ook wel open doen. Zover komen die kittens waarschijnlijk niet. En hoe mooi is dit? Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Nou, dat was het wachten wel waard. Al die mooie kittens, meiden. Ik had dat niet verwacht, Nairobi, 6 kittens. Vanmorgen waren we natuurlijk helemaal in shock dat er een kitten was overleden. Dus ja, een beetje verdrietig vanmorgen. Al hoort het er wel bij, maar het is nooit leuk. En nu zijn we helemaal gelukkig. Een nestje van 6 is wel veel. Dat wordt wel opletten geblazen. Maar gelukkig hebben ze 2 mama's met z'n 9. Daar zijn we weer! Ja! Ben je klaar met school? Was het wel leuk? Ja, en na deze dag ben ik de helpende hand op school. Ja, de helpende hand, hè? Dat hebben jullie. Dan mag je lekker de juf helpen. Ik ben weer helemaal vet, want ik heb mijn gezicht weer ingesmeerd. Omdat ik natuurlijk nog die behandeling aan het doen ben voor pigmentvlekken. Ik kon de bandjes voor om mijn nek niet meer vinden. Dus ik heb nu even nieuwe besteld. Maar ik kan nog wel heel duidelijk zien bij welke kittens... welke kittens bij welke mama horen. Wat gaan wij doen? Fotoshoot. Cindy komt eraan. Julian ook. Cindy, gaan we doen? Fotoshoot. Joepie. We zijn al een beetje aan het shooten in dit prachtige huis. Op Instagram Charisse at home. Dat wil je niet missen. Olifant. Ben je al op het foto geweest, En mama dan? Heb je er al zin in? Daar zit wel een klein fotomodel al. Joe! Mag je eten? Misschien had ze nu de groene strikken ingemoet. Wat een geluk, gewoon eten, alles. Of niet? Ja. Ik zie die ineens, hij is wel iets anders van kleur, maar ik denk wel dat het leuk is. Onze stylist. Heel even mama. Barbara. Nou, dit is dus alle producten voor het Zweedse merk, genaamd Wally. Wij vinden het allemaal heel erg leuk, hè? Er zijn ook van die bordjes bij. Die plakken gewoon aan tafel. Ideaal. Vrijdagmiddag, momenteel rij ik in Amsterdam, want dan ga ik een hapje eten met een maatje en zijn vriendin. Straks komen er nog een paar vrienden naartoe en dan gaan we een avondje feesten in het Ziggo Dome. Komt een artiest, Scooter. Jonge generatie, ik weet niet of die hem kennen, maar ja, is een artiest waar we vroeger helemaal lijp op gingen.
de rest van de groep waar ik mee ga, die pakt een hotelletje daar ook. Die blijven daar slapen. Zou ik eerst ook doen. Maar ik moet morgenochtend heel vroeg met Lamero naar het voetballen. Om 6:30 of 7:15 moeten we al op het veld zijn. Man. Ik zal proberen een paar stukjes te filmen ook straks, zodra ik daar ben. Geen idee hoe dat gaat lopen allemaal en of dat überhaupt op YouTube kan. Met copyright zitten we vaak met muziek. Zo, we zijn net aangekomen in Amsterdam. Even lekker een drankje gedaan op het terras en nu een hapje eten. Gezellig met Erwin en Doris. Dus, even lekker een hapje eten en dan gaan we zo naar het Ziggo Dome. Een gezellig avondje maken. We zijn gezellig samen, Lamero. Ja. Eindelijk een keer, hè? Elias is nog steeds op een feestje. Vienna is bij opa en oma. Dennis is op een feestje. En wat gaan we eten? Patat. Sushi. Sushi. Daar hebben we heel veel zin in. Ja. Dus lekker een filmpje erbij. Gaan we lekker even gezellig met z'n tweeën chillen. Ja. Leuk. Zaterdagochtend. Was er vanmorgen heel vroeg uit. Lamero moest heel vroeg weg. Elias is nu al naar zijn team. Ik ben nu ook bij voetbal. Maar ik ben dus vanmorgen heel erg geschrokken. Ik ging bij de poezen kijken en ineens, of ja, ik ging ze tellen zeg maar, ineens miste er één. Hebben ze een kitten verstopt? Dus eigenlijk, ja, uiteindelijk hebben we gevonden, want Nairobi heeft een plekje waar ze vaker gaat liggen. Dat is in de bank aan de achterkant. Dus Dennis de bank opzij geschoven en die vond het kitten gelukkig levend. Want vaak is het geen goed teken als er een kitten apart wordt gelegd. Ze was wel heel warm. Dus of toch nog een moeder erbij is gaan liggen, dat weet ik niet. Maar voor mij is het wel een start zijn van je moet gaan helpen. Ik had ook al wel een beetje stress. Ik vind een nest van 6 altijd wel heel erg opletten. We hebben ooit een nest van 7 gehad en dat ging allemaal vanzelf. Hoefde ik helemaal niks bij te doen. Maar ja, ik ga er toch even nu extra op letten. Misschien vanmiddag al bijvoeren. Na een kort nachtje zijn we nu in Lelystad op het voetbalveld. Ik lag 3:30 of zo op bed vannacht. En om 6:00 ging de wekker weer, dus dat was heel kort. Maar ja, we zijn weer fris en fruitig. Even een bakje koffie erin en gas erop. Lamero is daar achter aan het voetballen. Het ging echt slecht deze keer. Ik had gewoon een slechte dag. En maar we hebben wel 8-4 gewonnen. Jullie gaan weer weg. Ja. Lekker nachtje naar paps. Tot de volgende keer. Doei. Tot de volgende vlog. Zo zien de kittens er nu uit. Ik heb lekker even het hok schoongemaakt. Ze hebben allemaal een bandje omgekregen. Maar ze zijn natuurlijk zo dun en klein dat dat ook nog niet helemaal top werkt. Ze miauwen nu natuurlijk heel erg omdat de mama's weg zijn. Ik ga er even één wat bij voeren, want die is toch echt te klein. Via zondevoeding, omdat dan weet ik precies wat erin komt. En het is gewoon heel effectief. Als ze zelf niet genoeg drinken, dan kan dat echt zo frustrerend zijn en zo lang duren. Dat sinds ik zondevoeding kan geven, doe ik dat altijd. Een groot voordeel van zondevoeding is natuurlijk ook dat ze zich niet kunnen verslikken. Als de kitten zwak zijn, dan slikken ze gewoon niet zo goed. En op deze manier komt het gelijk door middel van dit draadje wat ik nu in zijn mond stop, helemaal in de maag. Je leert van de dierenarts hoe lang het draadje moet zijn. En ook hoe je weet dat hij in de maag zit en dus niet in de longen. Want ja, dan gaat het niet goed. Nu laat ik de mama's weer binnen. Kom maar naar Robby. Cuba. En die maken haar zelf schoon. Als je zondevoeding geeft en je hebt bijvoorbeeld geen moeder, dan zou je ook moeten zorgen dat ze poepen en plassen. Maar dat doen in dit geval de mama zelf. Een babypoes. Een babypoes, hè? En waarom zit die bij jou onder de deken? Omdat hij het koud heeft. Ja. En mama gaat hem nu even wat eten geven. En dan ga ik zo even bij de rest kijken of het allemaal goed gaat. Ja. We gaan hem wel redden, hè? Hopelijk. Hij is niet echt snel. Hij is een beetje sloom. Dat is alweer het einde van deze vlog. Ja.
En met deze rode, waar ik dus eerst de meeste zorgen over had, gaat het heel erg goed. Het is trouwens zondag. Normaal eindigen we de vlog op zaterdag. Alleen het was een beetje spannend met deze twee. Deze drinkt inmiddels alweer goed bij de mama's. Die leg ik even terug. Mag jij de blauwe heel even tegenhouden? Maar deze hebben we nog helemaal niet zien drinken bij de mama's. Dus vannacht ben ik op de bank gaan slapen en die voeren we nu bij. Hij is al wel wat feller, dus in het begin gaf ik hem, toen hij nog zwak was, zonder voeding. Maar nu vindt hij dat heel vervelend worden, want dat slangetje moet natuurlijk helemaal naar zijn maag toe. En dan maakt hij wel wat lawaai en dan worden de moeders helemaal onrustig. Dus nu krijgt hij eigenlijk gewoon met een spuitje. Ik vind zelf een flesje gewoon niet zo fijn. Maar ja, als ze zwak zijn, geef ik ze trouwens ook niet een spuitje en ook geen flesje. Dan doe ik echt alleen zonder voeding, want dan is de kans dat ze zich verslikken gewoon best wel groot. We hebben een hele fijne spuit, dus niet dat het in één keer best wel veel uitkomt. We doen gewoon het mondje een klein beetje open. En dan krijgt hij een klein beetje melk. Het duurt wel iets langer, maar tot nu toe gaat het goed. En als hij inmiddels weer bij zijn mama's gaat drinken, hopelijk volgende week, dan is er een grote kans dat hij het gewoon gaat redden, hè? Daar gaan we voor, toch? Ja. We gaan hem redden. Slaap ik 's nachts gewoon een paar keer op de bank. Uitdroging. Uithongeren. Dus als hij te weinig voeding krijgt. En als hij te koud heeft. Dat zijn drie gevaarlijke dingen. Hij is helemaal gezond. Ik heb helemaal gekeken. Geen open gehemelte. Kan gewoon poepen en plassen. Dus we hopen dat het goed komt, hè? Ja. Maar dat gaan jullie natuurlijk volgende week allemaal zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei.